Zijn jullie aan het schuilen? Kunnen die dingen niet tegen regen? Liggen ze daarom over als... Er is een massamoord gepleegd. Echt niet doen hoor, niet weghakken. Ik zou Max niet eten als ik het echt niet gedaan had. Ik moet het wel doen, come on. Wat is... Oh mijn god, dat is water. Nee. We gaan... Oh nee, waar gaat het landen? Hoor ik er nou creeper? Oh, Jesus Christ. Eerst denk ik de lijntjes. Ik hoop niet dat het trouwens... Oh, gaat het hout? Ligt dat dan niet in de fik? Zeg maar dit hout. Oh nee, zeg maar alsjeblieft van niet. Hey, hallo en welkom. Leuk dat jullie er weer zijn, jongens en meisjes. Vandaag zijn wij op pad hier in Content Veen, maar niet in de basis. Want ik heb in mijn afgelopen livestreams een trident met channeling, impaling, loyalty, mending, unbreaking, blablabla, allemaal enchantments. Nou, erg leuk. Er is mij verteld, aangezien ik channeling erop heb, dat als het regent en het is donker, dat weet ik nou niet zeker. Maar als ik nu een creeper tegenkom en ik raak hem hiermee, dat hij dan charged is en allemaal bliksem om zich heen krijgt. En als hij dan ontploft bij een ander soort mob, beest, onze niet, dan krijg ik het hoofd. Nou, dat leek mij natuurlijk ontzettend interessant om dat zelf te hebben. Net zoals meneer Varkentje hier. Dus ik dacht, ik ga gelijk op zoek. Maar aangezien het overdag is, is de kans klein dat we een creeper tegenkomen. Dus laten we hopen dat het zeg maar nog regent voordat het alweer donker is. En dan ben ik dan wel weer bij jullie terug. En zo gaat de zon onder daar en komt de nacht eraan. Denk ik, hoop ik. En het, aangezien de sneeuw hier regent het zeker nog. En nu is het gewoon hoop op een creeper. Zo snel mogelijk. Ik weet alleen niet precies waar dat gaat zijn. Maar ja, dat is het voordeel met Minecraft. Op een gegeven moment spannen ze overal. Ja, kijk, creeper. Naast de zombie toevallig. Dan moet ik hem alleen raken, dacht ik, dat het was. Hoe doe je dit? Hoe charge je een creeper? Oh. Ik dacht dat het op deze manier moest. Wat? Hoe doe je dit? Oh man, ik heb er naar Rick gevraagd. En blijkbaar moet het echt omweren. En niet zo simpel regenen. Bleh. Nou, dan kunnen we met teleurstelling terug naar huis. Wachten tot het ooit... Hé, hey, daar heb je Rick. Wachten tot het ooit een keer gaat regenen. En oh my days, Rick heeft alles hier helemaal van ijs gemaakt. Wat leuk. Maar ja, dan wachten we maar een keer op de regen, jongens. So be it. Laten we teruggaan, want ik ben helemaal nog niet in mijn basis ge... Oh nee. Oh nee. Het, overal ligt sneeuw. Nee, wie heeft dit gedaan? Hallo? Waarom liggen er overal sneeuwballen? Heeft iemand sneeuwballen ge... Oh, jullie! Jullie zijn het geweest! Zijn jullie aan het schuilen? Kunnen die dingen niet tegen regen? Liggen er daarom overal... Er is een massamoord gepleegd. Volgens mij heeft de regen elk sneeuwmannetje laten smelten. Oh my days. Nee! Er is meer! Man... Iemand heeft... Oh man, nee. Het is echt overal. Iemand heeft overal sneeuwmannetjes in mijn basis gegooid. Alles ligt om. Wat is dit dan? Niet weghakken. Echt niet doen hoor. Wil ik dit? Echt niet doen hoor. Niet weghakken. Ik zou Max niet eten als ik het echt niet gedaan had. Ik moet het wel doen. Come on. Ik krijg wel heel veel scaffolding hiervan. Oh my days. Daar gaat het. Alle scaffolding. Het regent scaffolding, jongens. Het regent met scaffolding. Oh my days. Maar wat nu? Wat nu? Ik heb het weggehaald. Was dat serieus niet de bedoeling of maakt het niet zozeer uit? Wat is... Oh mijn god, dat is water. Nee. We gaan... Oh nee, waar gaat het landen? Waar stond het? Hier in het midden. Dus, ik heb blokken nodig. Ik wil niet dat het overal heen gaat. Snel blokken. Cobblestone. Oké. Ik moet een platform maken waar het op kan landen. Hoeveel tijd heb ik? Niet meer veel. Oh mijn god, ik heb een tijd. Ik heb... Oh nee. Nee. Kom op, land erin. Erin. Niet erop. Erin? Nee, ik ben te laat. Oké, ik denk dat ik merendeels van de damage heb kunnen redden. Wow, ik was denk ik net op tijd hiermee. Oh mijn god, ouwe. Voordat alles helemaal onder is gestroomd. Oh, kijk, dit is wel helaas net fout gegaan. Maar oh my days. Volgens mij ben ik alsnog net op tijd. Hoppakee. Nou, wie heeft dit gedaan? Wie heeft deze... Mijn bucket, die is niet leeg. Dat meen je. Moet je bucket daar leeg voor zijn? Je kan toch gewoon dit doen? Oh mijn god, wacht even hoor, jongens. Wacht even hoor. Het gaat allemaal weer veel te moeilijk. Ik moet een lege bucket hebben. Nou, zo, lege bucket. 1, 2, hoppakee. Zeg maar dat het maar... Ja, het was maar één stukje water. Nou, dan wachten we tot het water weer weg is. Vallen wij rustig naar beneden. En... Hoppakee. En dan kunnen wij daarna weer verder gewoon vredig leven. Oh, maar deze iemand heeft me echt hard getrold. Maar goed, leuk dat jullie er allemaal zijn. We gaan vandaag weer naar onze bijzondere muur toe. Hieronder liggen onze signs. Oh, er liggen geen signs. Want wij hebben voor vandaag ook natuurlijk weer een nieuw abonnement op mijn kanaal. En dat is Wolf Tego. By the way, BTW, 16 november. Dankjewel voor het abonneren, maat. Wil je nou ook op deze prachtige muur komen, dan moet je zeker eventjes abonneren. Reageer dat je bent geabonneerd en dan geef ik jouw reactie een prachtig hartje. Oh, en hallo Rick en Anne. Ik heb voor het skelet heb ik een groene.
Ja. Heel veel pompoenen. Ja. En jij hebt toch zo'n pompoenenfarm? Ja, pak maar uit die farmdinges wat je nodig hoeveel hebt. Hoeveel heb je er in totaal? Ik heb er best wel wat nodig. Kijk maar even, joh. Heb je alleen bij je farm liggen? Of ja, alleen bij mijn farm. En de rest hierboven. Maar dat is echt voor mijn villages. Die gebruik ik voor mijn villages altijd. Pak maar wat je nodig hebt. Ze zitten ook in je hotel. Ja, maar die deur is daar standaard open. Van hier. Stonden die open? Hoe zijn ze hier niet op dood gegaan? Ja, die staan meestal open. Je kan het helemaal testen door te checken of ze in de molen zitten. Die deuren zijn wel altijd dicht. Ja, daar komen ze ook in. Nee joh, maar ook bij je villages of zo dan? Dat weet ik niet. Het zou kunnen. Of jullie hebben ze daar ook gewoon geplaatst. Wacht, fuck, ik had dit gevraagd. Nee, ik heb ze niet geplaatst. Oh, jullie hebben deze sneeuwman niet gedaan? Nee. Oh, ik dacht dat jullie dat waren. Zeg, wat zit hieronder dan? Ja, mijn chest room. Oh, ze zijn hier ook allemaal, hier joh. Ja, ze... Ah! Oh my days. Oh my days. Oké, okay. Ik heb het overleefd. Oh my days, wat kut. Je stinkt. Oh my god, wat was dit? Dit is nog maar het begin, Max. Ik zal oppassen. Groetjes, Anne. Oh my days. Ik schrik me kapot, ouwe. Holy crap, daar hebben ze me te pakken. Oh my days. En dan heel veel pagina's. Nee, echt, pas op. Ik zei het toch. Hallo. Hoor ik dan nou creeper? Oh, Jesus Christ. Oh my... Oh, jezus. Oh, wat gebeurt hier allemaal, ouwe? Dat was een TNT, was dat? Vanaf een bepaalde pagina ging het TNT af. Oh, my days. Ja, dat vertrouw ik niet, wat ik daar zie. Die uitgang. Oh, my days. Man, ze hebben me met powdered snow hier naar beneden laten gaan. Hier is een uitgang. Ik vertrouw er niks van deze uitgang, maar laat ik hem maar nemen. Ik ben een uitweg aan het zoeken naar huis, maar ja, de kans dat ik dat vind is best klein. Wat is dit dan allemaal? Hè? Oh, dit is bij mijn beacon. Wow. Ik denk, waar ben ik nou beland ineens? Maar moet je zien, jongens. Hier, ik ben gewoon in dit gat. Wat goed. Jezus. Ik schrok me kapot, ouwe. Ik schrok me echt kapot dat ik naar beneden viel. En dan na die ontploffing, denk ik, er staat een creeper of zo. Oh, dat was legit... Ik probeerde je erin te lokken. Oh, mijn god. Maar ik ging ten eerste naar binnen omdat ik gewoon afvroeg of er ook sneeuw lag. Ja, dat was ook mijn hoop. Oh my days. Ik schrok me kapot, zeg. Jesus Christ. Hebben jullie die blokken nog waarmee jullie dit gebouwd hadden? Of? Ja, die sneeuw... Nee, maar als in gewoon het hout. Het hout. Oh ja, hier zo. Maar je hebt het ook nog echt. Ja, ik heb het ook nog echt. Oh my days, jongen. Gewoon op zak. Jezus. En dit sneeuw hebben jullie zelf geplaatst hier? Nee, dit waren ook sneeuwmannen. Oh, maar die zijn weg. Alles was van sneeuwmannen, ja. Ik schrok me. Ik viel ook echt in... Ik denk, wat gebeurt er nou, jongen? Ik snap er helemaal niks van. Nou, geslaagd. Ja. Geslaagde missie, jongens. Goed voor jullie. Trots. Nou, succes nog. Dankjewel. Joe. Doodles. Nou, laten we onszelf maar even nuttig maken naast de acties die hier zijn gedaan namens Anne en Rick. Wat een flerken dat ook zijn. Als je trouwens niet begrijpt waarom Anne en ik een soort oorlog hebben, moet je even de streams bekijken. Waarom is dit... Wacht eens even, ik zag een sign. Oh, nee, niet. Waarom is dit... afgebarricadeerd. Maar dan moet je gewoon even de streams kijken, want Anne denkt dat ik haar panda heb vermoord. En dat heb ik niet gedaan. En nu is ze boos. En nu is ze een soort oorlog ontketend. En Rick die helpt er. Dus nu moeten we er eigenlijk ook even binnenkort terugpakken, jongens. Kom maar met een leuk idee in de reacties hoe we Anne terug kunnen pakken. Laat maar weten door een goed idee achter te laten. Verder had ik vandaag even in gedachten om de beest te verlaten. Ik ben hier wel veel geweest de laatste tijd. Het lijkt mij leuk om eventjes ergens anders naartoe te gaan. En ik heb al precies een locatie waar ik graag wil zijn. En dat is namelijk de gevangenis. Ik ben hier de afgelopen paar keer in mijn livestreams geweest. Er zijn ook wat reviews achtergelaten. Er zijn wat creepers oploft. De reviews waren leuk van de gevangenen. We hadden eerst als gevangene Rick Force. Vandaag ben ik in de gevangenis gegooid. Ik heb niet te horen gekregen wat ik heb gedaan. En ik heb geen rechtszaak gehad. Voor de rest wel leuk. 4 sterren. Dankjewel Rick voor de review. Dan hebben we hier. Help, ik zit onterecht vast. Stik erin. Ik heb het helemaal niet naar mijn zin hier. Eten is niet lekker. Drinken is ook niet te suipen. 1 out of 10 review. Het meest slechtste verblijf waar ik ooit heb gehad. Wat ik ooit heb gehad. Verder was het echt gewoon kak. Vlucht, dat is je enigste wat je kan doen tegen buurman en buurman. Cijfer is wel echt een dikke 1 min. En that's it. En daarna nog, deze was van Justin. Dag 1. Dit is heel uitgebreid. Lief dagboek. Vandaag ben ik onterecht opgepakt. Ik heb bijna mijn rechtszaak. Deze ga ik toch wel winnen, want dit zijn allemaal losers. Dag 2. Lief dagboek. Ik heb mijn rechtszaak gehad. Deze is gefaald, omdat dit rechtssysteem blijkbaar zo lekker is als een theedoek die aangevallen is door motten en vol gaten zit. Ik heb zometeen mijn ontbijt. Ik ben heel benieuwd of dit gaat smaken. Daarna ga ik mijn ontsnappingspoging proberen en ben ik hier helemaal voorbereid. Dit moet goed komen. Tot dan, lief dagboek. Dag 2,5. Lief dagboek. Ik heb mijn ontbijt op en dit was verschrikkelijk. Op een gegeven moment kwam er zelfs een levende sneeuwpop die mij wat drinken en een snoepje aanbood.
Ik voelde me erg onveilig in deze prison. Notitie. Ik ga bijna mijn plan inzetten. Extra notitie. Plan mislukt. Dag 2.9. Lief dagboek. Ik heb een challenge gekregen en deze ga ik voltooien. Ik haat deze mensen en het is niet te doen. Dag 3. Lief dagboek. Ik heb de nacht technisch gezien niet overleefd, maar toch heb ik op magische wijze alles behaald. Dit komt denk ik omdat ik de hele slechte trip was. Ik heb namelijk ook een wandelende pompoen gezien. Dit was toch wel even heftig. Ik moet mijn dagboek overhandigen aan de guard en zal dit nog even een recensie schrijven. En dan gaan wij door naar pagina 20. Recensie. Personeel 1 ster. Locatie 2 sterren. Eten 2 sterren. Slaapcomfort 5 sterren. Dus dat was top. Sfeer 1 ster. Service 2 sterren. En bediening niet van toepassing. Ik vond het maar een saaie locatie. Niks te doen en onaardig personeel. Vluchtroutes worden voor je neus gemaakt. En dit is niet wat de bedoeling is. Ik zou hier niet vaker terugkomen. Dat vind ik dus echt jammer. Verder is er nog een pagina 100. Pagina 80 staat. Ik haat jullie allemaal. Op pagina 95 staat. Ik kom nooit meer terug. En op pagina 100. Helaas is het boekje nu uit. Tot ziens, lief dagboek. Je was mijn beste vriend. Nou, dat waren de recensies. En jongens, dat zijn niet al te beste recensies, al zeg ik het zelf. Dus mijn taak voor vandaag is om deze prison helemaal op te knappen. Naar een goede glorietijd. En hij moet er goed uitzien. En weet ik voor wat. Hij moet gered worden. Want dit kan echt niet langer. Het is helemaal kapot hier allemaal. Als je hier binnenkomt, je hebt een cellencomplex. Dan heb je hier dit. En dan heb je een beetje een saai kantinetje. Er moet gewoon veel meer gemaakt worden voor de gevangenen. Er zit wel heel veel drinken en eten hier. Maar de gevangenen moeten echt een experience krijgen. Dus laten we beginnen met een upgrade. Laten we beginnen met dit gewoon even opknappen. Wat hier helemaal is ontploft. En weet ik veel wat er allemaal fout is gegaan. Het is volgens mij gewoon simpel zo. En dan hier even wat hout. Ik heb al het materiaal als het goed is bij me. Ik heb hier allemaal shulkerboxes met steen, stonebricks, met hout. En weet ik veel wat voor details mogelijk. En hier andesite. Dus het moet helemaal goed gaan komen dit. Kan bijna niet fout gaan. Zo, nou. Dat is ook helemaal gehersteld. Of gehersteld, ja. Goeie. Gewoon hersteld. Dus de review room. De ingang moet ook even wat veiliger. Want het is, ja. Je ziet het er ontploft van overal beesten hier en zo. En er moet even een soort lavagracht hier omheen zien te komen. Met een brug. Waardoor er eigenlijk geen beesten meer binnen kunnen komen lopen. Oeh, laat ik daar eerst eens mee beginnen. Want ik heb ineens, springt ineens een heel cool idee in mijn hoofd. En ik wil het eigenlijk nu doen voordat ik het vergeet. En dat zou heel zonde zijn. En het wordt nu ook nacht. Maar gelukkig heb ik een bed bij me. Ik ben voorbereid om gewoon niet weg te hoeven hier. Laat ik beginnen met de gracht. Er wordt een coole lavagracht. En niet zomaar eentje. De ingang, hij moet ook zeg maar niet te betreden zijn voor outsiders. Dus, ze nou zo een brede gracht maken. Het is wel heel breed, maar het zou wel heel cool zijn. Dus zo. En dan ook deze hoogte. Dus zou ik even dit moeten doen. Op zijn minst eerst even de outline. En daarna kijk ik wel verder. Althans, ik wil hem wel een beetje in de vorm maken. Dus hier zit hij zo natuurlijk. Dus dat zou betekenen dat hij hier eentje dunner moet worden. En hetzelfde geldt voor hier. Die ook eentje dunner worden. Want ik wil hem wel. Ik wil niet een vierkante gracht eromheen. Dat vind ik ook weer niet mooi. Het moet een beetje meelopen met de vorm van de basis zelf. Zoals dit. Een heel klein beetje maar. Hetzelfde geldt voor de hoekjes. Hier kan ik dan ook weer inhammetjes maken en zo. Laat ik gewoon even de outline maken. Zo, de outline eromheen is helemaal gemaakt. Nu het vloertje erin aan de onderkant. Het is lava, dus dan hoeft hij eigenlijk maar één diep te zijn. To be honest. Of ja, misschien dat hij twee diep kan zijn, maar nah, dat zou misschien een beetje onnodige moeite zijn. Want ik heb echt een heel cool idee met de ingang en uitgang, waardoor er ten eerste geen mobs inkomen, maar ook gewoon geen gevangenen, basically, erbuiten. Zo, maar er komt niet zomaar iemand binnen. En helemaal niet als je hier binnen bent en je hebt je spullen ingeleverd, kom je helemaal niet meer buiten. Zonder de lava eerst over te steken. Oh, maar deze het spannende, veel creepers. Help, 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 help. Waarom zijn er zoveel? Waarom spannen die hier zoveel? Jesus Christ, die is het gewoon goed belicht. Oh, maar dat randje daarboven natuurlijk niet. Ja, dat is een probleem voor de toekomst. Niet voor nu. Kijk, ik heb het randje hieronder helemaal gefixt. Waardoor het eigenlijk het hele gebouw nu één blok lager is voor je gevoel. Waardoor ik nu, kan ik even het voorbeeld al laten zien wat ik al een beetje gedaan heb. De hele vloer hier met andesite kan vullen. Is misschien een beetje zonde van andesite blok. Maar ja, ik dacht waarom niet. Want stel de lava wordt te veel, dan is het in ieder geval gebouwd met niet cobblestone of zo of dirt. Dat is gewoon niet mooi. Alright, het is nu tijd voor de lava. Want ja, het platform eromheen bestaat. Het ziet er van de zijkant bijvoorbeeld nog niet heel mooi uit. Maar dat wil ik laten doen. Ik wil eerst gewoon het idee even laten werken. Maar ik besef nu, voor de lava wil ik eigenlijk de ingang fixen. Want ik wil dat dit een en al lava is. En dat je denkt, hè, hoe kom je er eigenlijk in, weet je? Maar dat je dus met een lever of een lever van binnen en buiten, maar misschien van buiten op een andere manier van binnen, over kan halen. En dat ze dan de lava even weg moet gaan.
betaald en dat er dan een pad verschijnt voor je. Hoe leuk is dat? Maar daarvoor moet ik eerst even wat redstone ophalen, want ik heb niet genoeg. Oké, ik heb van alles bij elkaar geraapt. Het heeft eventjes mogen duren. Ik vind het wel heel cool eruit zien. Dat hele blok hieromheen. Laat ik het even wegstoppen in een lege kist. Dat doen we in deze. Alles wat een beetje met redstone te maken heeft, is dit. Goud mogelijk voor, weet ik voor wat. Oh ja, en die hier. Zo. Goed, laten we maar gauw beginnen. Wat ik in gedachten had, was om hier, in deze volgorde, vanaf hier, even denken hoe ik dit ga doen. Ik wil namelijk wat dingen, wat blokken omhoog duwen, zodat zeg maar uit de lava blokken verschijnen. Twijfel of ik dat dan in één dun pad wil doen. Want ik weet niet of een drie dik pad kan. Ik weet niet of dit, als het ware, jongens, ik ga het even laten zien aan jullie. Ik weet namelijk niet of dit werkt. Of je dit allemaal tegelijk omhoog kan sturen. Volgens mij, ja, niet. Ik denk het niet. Ik ben daar geen redstone expert voor. Nee, daar ben ik gewoon te slecht in met redstone. Laten we er gewoon in één dik pad van maken. En dan kan ik gewoon dat als klein ingangetje doen. En ooit vraag ik wel een keer iemand of hij een coolere kan maken voor me. Want ik ben daar gewoon te slecht in. Als het goed is, hoort dit gewoon te werken nu. Heel simpel. Ja, hier, kijk. Nou, ik kan wel een beetje redstone, jongens. Dus nu zou je, als het ware, hier zou je de lava dus even kunnen laten verdwijnen door te zeggen, vloep, we laten hem omhoog gaan. En dan hetzelfde geldt weer voor, vloep, en dan stroomt de lava weer langzaam terug. Oké, nu moet ik alleen nog even een goed redstone plekje bedenken hiervoor. Kijk, het is heel simpel iets, dit. Ik zou niet weten hoe dat moet als je dikker wil maken. Nou, volgens mij heb ik hem al laten werken. Hoor maar. Hoppakee. En dan, het is net dat we het net niet kunnen zien. Maar kijk, open. En als ik dan hier doe, is hij dicht. En dat is een beetje een verstopte knop. Dan kan ik er namelijk nog een trapdoor op doen, dat hij extra beveiliging heeft. Weet je, deze knop. En dan kunnen we ze hieronder even belichten. In case dat er mogelijk een zombie-gedag wil zeggen en ineens hier wil spawnen. Dat is niet helemaal de bedoeling. Of een creeper misschien zelfs. Nou, dan kan het dicht. Als ik dat hout. Dat hout is verdwenen. Oké. Zo, dicht. Nou, hoe leuk is dit nou, jongens? Hoppakee. Moeten we alleen nog even aan deze kant een knoppie plaatsen? Nou, hij werkt er ook vanaf deze kant. Het enige is dat ik het even in moet bouwen. Zo, waardoor het er een beetje beveiligd op zijn minst uitziet. Het hoeft niet heel beveiligd te zijn specifiek. Dat weten we allemaal. Het gaat een beetje om het idee. Nou, trouwens, het moet wel beveiligd zijn. Het moet gewoon de best veiligste bevang van heel Content Veins zijn, hè, jongens? Of bank, wat zeg ik nou? Ik bedoel natuurlijk gevangenis. Enig probleem met het feit dat ik het doe met dit, is dat als ik hem hier open doe, kan ik hem niet meer hier dicht doen. En dat is omdat ik gewoon een redstone noob ben. Oh nee. Misschien moet ik het hier met een button doen. Maar dan moet je heel snel zijn, denk ik. Want als je het hier echt met een button doet, dan... Ah, dan val je in de lava. Oké. Nee, ja. Dat is nog een dingetje. Eerlijk gezegd. Daar ga ik gewoon iemand voor nodig hebben. Voor nu kan je hem van binnen, gaat het erom, gewoon open doen. En dan is het nu tijd voor lava. Maar ja, dat gaat heel veel lava worden. Oh my days, dat gaat echt nog veel meer lava worden dan ik eigenlijk dacht dat het zou zijn. Dus het wordt lekker op avontuur. Lava buckets verzamelen, heen en weer gaan. Oh mijn god, dit gaat weer wat worden. Dit wordt nog weer eens een avontuurtje. Meestal heb je gelukkig in dit soort biomes altijd al wat lava. En ik kan me herinneren dat ik hier ooit een keer in de buurt lava heb gevonden. Kijk, daar. Had ze flats. De eerste lavapool. Maar je ziet al aan dit, dit gaat nooit genoeg zijn. Want lava is helaas niet zoals water. Dat je het zeg maar stekt oneindig. Nou, in ieder geval 16 lava buckets of meer. Jezus Christus, dat is wel echt heel veel. Laten we even kijken hoe we dit gaan doen. Dit is trouwens niet mooi wat ik hier heb gedaan. Het ziet er heel raar uit. Het klopt helemaal niet. Het wordt gewoon zo eruit te zien. Dan klopt het veel meer. Eerst denk ik de lijntjes. Ik hoop niet dat het trouwens... Oh, gaat het hout hier binnen dan niet? Oh mijn god, daar heb ik helemaal niet over nagedacht. Als ik dit doe, dat het hout binnen. Vliegt dat dan niet in de fik? Zeg maar dit hout. Oh. Oh nee, zeg maar alsjeblieft van niet. Gaat dit nu in de fik? Dan moet ik het zo snel mogelijk namelijk weghalen. Oh, daar ben ik serieus nu wel bang voor. Dat het hout hier zo af gaat branden allemaal. Nou, we houden het eerst even in de gaten voordat ik het verder ga plaatsen. In principe zou het alleen de vloer zijn, dus heel erg zou het niet zijn. Dus ik gewoon mijn vloer aan moeten passen. Nee, oké, ik denk dat ik wel veilig ben. Volgens mij zijn we veilig. Daar gaan we, de buitenste randjes. Mijn lava is op. Hier zie je, alle buckets zijn weer bij elkaar. En dit is lijkt het enige wat ik heb gedaan. Dit randje en twee hier om te testen of het, ja, het gaat fikken. Maar gelukkig fikt het niet. Ik denk niet dat ik alles helemaal op wil vullen als in zoals dit. Ik denk dat ik het juist laat stromen van kant naar elkaar toe. Want anders gaat het gewoon te veel lava kosten. Je ziet al het randje hier alleen. Het heeft me al zoveel buckets gekost. Dus hè, ik denk niet dat het rendabel is om hem helemaal af te vullen met lava. Oké, ik heb weer wat lava toegevoegd hier en daar. Het begint er goed uit te zien. Af en toe brandt er wel wat gras. Voor some reason aan de zijkant. Dus hou me maar even in de comments up to date hoe dat zit. Echter jongens, moet ik voor vandaag helaas deze video nu al afsluiten. Omdat ik gewoon tijdtekort heb. En anders hebben jullie al helemaal geen video. Dus ik ga volgende video hiermee verder. Dan beloof ik dat ik voordat ik de video begin, deze lavapool hier gewoon afmaak. Dat deze lavapool gewoon helemaal af is de volgende keer dat jullie er zijn. En dan kunnen we verder met de binnenkant. Mijn bedoeling was eigenlijk om meer te gaan doen. Maar helaas heb ik de tijd er gewoon niet voor. Dus sorry voor de korte aflevering. Abonneer zeker even als jullie dat niet hebben gedaan. Like ook even en dan spreek ik jullie later. Glaasje water, telt tot 4, flesje bier. En tot de volgende keer. Doei! Yeah.